En meneer Van Hees, met u begin ik even, want u bent enthousiast over wat dat Forum 2020 voorgelegd heeft. Waarom bent u enthousiast? Omdat ik daar heel veel materiaal in terugvind waar wij vanaf maart 2008 mee gewerkt hebben. Dus als ik kijk naar onze doelstellingen die we hadden, naar de basisstellingen die wij naar voren hebben gebracht op het niveau van het publiek, dan vind ik daar ongelooflijk veel van terug in wat zij voorstellen. Dus dat maakt mij buitengewoon gelukkig. Dat is een enorme verruiming van het debat, als ik die even mag situeren. Er is een probleem van mobiliteit, maar er is ook een probleem van milieu en van menselijke gegevens. Ja, en dat wordt ten dele... En dat wordt hier in dit plan verzoend met elkaar op niveau van de oplossing. Dus er wordt gesaneerd in plaats van verder geconcentreerd. Dat is geweldig belangrijk tegen het perspectief van waar deze stad naartoe gaat. Ja, voor ik naar de collega's van de pers ga. Even Dave Sinarden. Is er genoeg rekening gehouden door de Vlaamse regering bijvoorbeeld met dat signaal van 18 oktober? Wel, dat zal de volgende weken moeten blijken natuurlijk. Hè. Als je nu de huidige verklaringen beluistert, ja, dan krijg je toch wel de indruk dat de fundamenten van die lange wapper, het tracé zoals het nu voorzien was, behalve misschien een aantal aanpassingen aan het Sportpaleis, dat wel overeind blijft. Al zie ik niet goed hoe de SPA daarmee zou kunnen instemmen. Ja, misschien toch even, want de eerste reacties die waren eigenlijk, heren, gematigd positief. Zowel in de stad als in de rand. Bart Brinkman van de Standaard. Ja, de eerste reacties waren positief. Wat zou je er in godsnaam kunnen tegen hebben? Het is een heel intelligent werkstuk. Maar politiek moet natuurlijk verder gaan. De politiek moet niet kijken wat mogelijk is. De politiek moet kijken naar wat haalbaar is. Nou, u zegt het is goed, maar u schrijft het wel de grond in. Nee, we hebben het niet de grond in geschreven. Alleen als je het hebt over de haalbaarheid, ja, dan heb je eigenlijk alleen maar een derde optie. Dat betekent een derde Schelde-oeververbinding meer nodelijker in de haven. En die kan er niet komen zonder een bretel. Want als die bretel er niet ligt, zal niemand die optie gebruiken. En dan ben je eigenlijk vertrokken voor opnieuw minstens 10 tot 15 jaar. En dat is gewoon dat het punt. Lex Molenaar was opvallend positief over dit plan. Gazet van Antwerpen. Opvallend positief over dit plan, omdat het een plan is dat verkeer van de ring weghoudt. En ik denk dat dat de essentie is. Als je even de vergelijking maakt, de ring rond Brussel, die telt 70 kilometer in totaal. De ring rond Antwerpen telt 17 kilometer en moet meer verkeer op de Noord-Zuidas verwerken. Dat is dus niet goed. Die ring die loopt dwars door de stad, terwijl een ringweg rond een stad hoort te gaan. Dit plan probeert een aantal fouten uit het verleden te corrigeren. En daarom vind ik het een goed plan. Dat is duidelijke taal. We beginnen een grote ring rond Antwerpen te bouwen en alle randgemeenten die gaan in het geweer komen tegen die vier of die zes rijvakken die in hun achtertuin komen. Dus het is een volslagen illusie om in een dichtbebouwd land als Vlaanderen zo'n voorstel te doen. Dus als het niet realistisch is... Het slopen van de muur in Berlijn was ook een illusie. Het is wel gebeurd inmiddels. Hè? Dat is nogal defaitistisch over de politiek, vind ik. Maar het gaat hier ook niet zozeer over de grote ring natuurlijk. Hè. En wat mij toch wel opvalt in dit voorstel van Forum 2020, en dan vooral vanuit een politiek-maatschappelijk perspectief, dat is toch, als je de geschiedenis van de mobiliteitsdiscussies in het Antwerpse bekijkt, dan zie je dat die heel sterk gekenmerkt is door verschillende tegenstellingen altijd. Tegenstelling stad-rand, tegenstelling ook groen-blauw. En dat zijn toch wel een aantal tegenstellingen die ze bij Forum 2020 wel kunnen overstijgen, eigenlijk een beetje voor de eerste keer. Dus ik vind dat dat toch een signaal is, ook politiek en maatschappelijk, dat je niet zomaar naast je kan. Er zijn heel veel fouten gemaakt. De ring ligt nu helemaal dicht rond Antwerpen. Dus als je die wil dichtmaken, ja, dan ga je die dicht rond Antwerpen moeten dichtmaken. U spreekt de taal van Bam en Noriant. Maar ik spreek de taal helemaal niet van... 100%, ja. En dat is altijd zo. Ja. Maar ik wil toch een poging doen om het debat te verruimen. Je moet kijken naar de stad en wat de stad nodig heeft. En we weten allemaal, en u beter dan wie dan ook bij wijze van spreken, dat er is een historische vergissing gemaakt. Nou, de vraag is, ga je daarmee door en maak je dat toekomstgericht nog erger of niet? Het is een cruciaal moment, een opportuniteit in de geschiedenis. Ik pleit ervoor dat men een poging doet om het probleem op te lossen, in plaats van het te verergeren. En dan moet u zien in het perspectief van, ten eerste, we spreken over 3 tot 4 generaties. Dus het gaat niet om 3 maanden. Het gaat dus over, hoe is Antwerpen
Antwerpen, ja, bewoonbaar of niet in de volgende generaties. Nou, en daar wil ik iets over zeggen. Gezondheidsmonitor van Antwerpen. Daarin wordt een prognose gedaan op niveau van de bevolkingsontwikkeling. Dat geeft een tableau dat tegen 2025 er tussen de 550 en 600.000 Antwerpenaren zullen wonen in deze stad. En daar ligt die ring dan vlak en daar ligt die ring dan midden doorheen. Dat is duidelijk. Dave Sinade, gouverner, c'est prévoir, zeggen ze in het Frans. Mm-hmm. Moet je inderdaad niet verder kijken? Ja, ik denk inderdaad dat het wel een beetje raar is dat heel wat politici nu zeggen van ja goed, dat is politiek niet haalbaar. Ja, het zijn natuurlijk wel politici die zelf beslissen wat haalbaar is en wat niet. Hè. Dus sommige politici hebben het over dit dossier alsof het iets is dat volledig buiten hen staat. Goed, ja, allee, dat vind ik ergens ook wel raar. Ja. Het is financieel niet haalbaar, bedoelt men dan natuurlijk ook, want de hele financiering die hangt wel af van die tolgelden enzovoort. Dus zonder dat komt er nooit iets. En dat is het cruciale probleem. Alles ligt nu stil. Ook de leien liggen stil en dergelijke, behalve die twee tramverlengingen. Probleem van centen, Lex. Dus voor een deel is dat een probleem van centen, maar mijn opvatting is dat je eerst moet gaan voor de best mogelijke oplossing. Hè, qua leefbaarheid, qua milieu, qua ruimtelijke ordening. Financieel haalbaar, Lex. Ik denk dat je moet zoeken ook, ik vind het heel belangrijk in dit dossier, naar een oplossing die zowel voor de stad als voor de randgoed is, omdat dat allemaal gebruikers zijn van die ring. Maar ik denk niet dat je mag uitgaan van het idee van die ring die ligt daar. Dus doen we maar voor. Mobiliteit, dat is nu eenmaal een probleem voor de steden. Dus laten we dat probleem maar bestendigen. Ja, Antwerpen ligt waar het ligt. Nee, maar je moet de wegen liggen ook waar ze liggen, maar die kan je. Maar dat is de optie. Je moet ook. Alsof de Kennedy-tunnel niet bestaat. Op den duur moet je een beslissing nemen. Verhuizen we Antwerpen of verhuizen we het verkeer? Daar kan toch geen twijfel over bestaan. Dat als je het verkeer kan verhuizen, dat je dat dan moet verhuizen. Natuurlijk. En je kan geen 80.000 Antwerpenaren bij huisvesten zonder dat je ruimte daarvoor schept. Natuurlijk, we zouden natuurlijk het verkeer moeten verhuizen. Waar ga je in de provincie Antwerpen een nieuwe ring aanleggen van 2x3 rijstroken? Waar is de ruimte? Ik heb 30, 40 jaar geleden, ik heb toen betoogd omdat men door Mortsel een autostrade wilde bouwen, want dat moest dan die grote ring worden. Dat is het nu. Wat te denken dat nu niet meer opnieuw zou komen in Schoten. Ik denk dat Ingrid Biran nu wel dit voorstel mee steunt. Hè. Goed. Het is de chantage op dit moment een klein beetje. Jij neemt de term in de mond. De tweede fase van de aanleg van de Leie zit in het masterplan en was al lang toegezegd. Maar dat wordt nu allemaal even on hold gezegd tot de SPA precies bereid verklaard om mee te gaan in dit verhaal. Maar ik vind inderdaad, Luc heeft gezegd, politiek cynisme, dat is het inderdaad wel. Het gaat erom, hoe lossen we dit mobiliteitsprobleem op voor Antwerpen met een horizon die verder reikt dan de volgende verkiezingen. Het gaat hier over hoe we hier in en rond die stad rijden de komende 50 jaar. Laten we verdorie kiezen voor de beste oplossing. En ik denk eerlijk gezegd, zoals ik het nu aanvoel, zal de SPA niet zwichten voor een oplossing die niet verkeer van die ring weghaalt. Ze gaan dat niet doen. Dat denk ik, het is niet mijn indruk. Ja, ik denk ook als je naar dat compromisvoorstel, zoals het dan genoemd wordt, kijkt, dat bij jullie gisteren gepubliceerd is. Ja, dat is volgens mij geen compromis. Hè. Al inderdaad, zoals u zelf al zei, al voor de volksraadpleging werd er door de grote voorstanders van de Lange Wapper, BAM en compagnie, en ook de politieke voorstanders, gezegd van, er moet iets gebeuren aan het Sportpaleis, want daar is echt wel een fundamenteel probleem. Het ja van Bart de Wever in de volksraadpleging was ook een ja, mits aanpassingen daar. Dus dat is eigenlijk helemaal geen compromis. Hè. En als dit zou geaccepteerd worden, dan zou dat toch echt wel een nederlaag zijn voor de SPA in het algemeen en voor Janssens in het bijzonder. Ook voor de stad wel, in die zin dat het ook niet tegemoet komt volgens mij aan de fundamentele opmerkingen die in het advies van het Schepencollege gegeven zijn na de volksraadpleging. Maar ik zou iets willen zeggen over dus inderdaad het stadrandfenomeen. Want ik weet dat daar heel veel in geïnvesteerd is op het niveau van het Forum. We hebben het Forumverhaal voorgesteld op donderdagavond in de Horta. En toen heb ik ervoor gepleit dat het niet zou zijn oog om oog, stad om rand, maar dat het zou zijn oog in oog,
hand in hand. En er is dan niemand die dat tegen geprotesteerd heeft. We hebben iedereen er aan het woord gelaten. We zijn gesteund door mensen van Melselen, we zijn gesteund door mensen van Schoten. Ja. De burgemeesters hebben ons ondersteund in al die gemeenten. Er is gepraat met dus Iran. Er is er mee gepraat en er valt mee te praten. Goed, maar men zegt nu dat het niet kan. Het kan wel. Maar of, en het is een gigantische opportuniteit. Okay.